Radioactief afval wordt vaak genoemd als een argument tegen kernenergie. Maar is dat wel terecht? En is radioactief afval een probleem? Die vraag wil ik met jullie vandaag gaan behandelen. En daarvoor wil ik eerst eens kijken van wat is nou eigenlijk radioactief afval? Wat is het probleem met het radioactief afval van een kerncentrale? Welke regels gelden er voor het beheer van radioactief afval? En wat zijn eigenlijk de praktische oplossingen die we voor het radioactief afval voorhanden hebben? Radioactief afval ontstaat als je werkt met radioactieve stoffen of ioniserende straling, in de volksmond ook wel radioactieve straling genoemd. En dat doen we al een hele lange tijd. Hier zie je een plaatje van eind 19e eeuw, de Franse douane die met behulp van röntgenstraling controleert wat er in de bagage zit. Dat vinden we tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld. Net zoals we het gewoon vinden om even een röntgenfoto te maken of een CT-scan in het ziekenhuis. En radioactiviteit is onopgemerkt een vast onderdeel van het dagelijks leven geworden. En wanneer ik deze pakjes met drinken in de tassen van mijn kinderen stop, als ze naar school gaan, dan denk ik niet van, kijk, deze pakjes zijn gemaakt met behulp van straling. En met behulp van straling kun je de verf van die pakjes snel drogen, zodat de pakjes naar de sapfabrikant kunnen. Nou, als jullie over de weg rijden, dan zullen jullie waarschijnlijk ook niet denken, kijk, deze weg is gemaakt met behulp van radioactieve stoffen. Maar dat is wel zo. Met behulp van trokslers, waar twee radioactieve bronnen in zitten, wordt de kwaliteit van het asfalt gecontroleerd en gemeten, zodat wij veilig over de wegen kunnen rijden. En radioactiviteit wordt op heel veel plaatsen gebruikt, niet alleen in de nucleaire sector, maar ook daarbuiten. In Nederland hebben we een kleine nucleaire sector, maar een hele diverse. We hebben twee onderzoeksreactoren, één in Petten en één in Delft. Die in Petten is ook de grootste, of één van de grootste producenten van medische isotopen in de wereld. We hebben een operationele kerncentrale in Zeeland en vlak daarnaast de radioactief afvalorganisatie COVRA. We hebben een inmiddels gesloten kerncentrale in het midden van het land. En in het oosten heb je de verrijkingsfabriek in Almelo van Urenco. En al die nucleaire organisaties produceren natuurlijk radioactief afval. Maar daarbuiten heb je ook toepassingen van radioactieve stoffen in de industrie, in onderzoek en in de zorg die ook radioactief afval produceren. Maar hoeveel zijn dat er nou eigenlijk? Een goede maatstaf voor het aantal producenten is het aantal vergunningen dat is afgegeven. In Nederland is het verboden om met radioactieve stoffen te werken. Dat mag alleen als je een vergunning hebt onder de kernenergiewet. En in Nederland zijn er zo'n 1000 vergunningen afgegeven onder de kernenergiewet. Dus ook zo'n 1000 bedrijven die vroeg of laat radioactief afval kunnen produceren. En de vraag is, wat doen wij nou met dat radioactief afval in Nederland? Nou, wat we kunnen doen met dat afval is afhankelijk van wat voor soort afval het is. En in Nederland maken we ruwweg onderscheid tussen twee soorten radioactief afval. Hoog radioactief afval, dat zoveel straalt dat je op afstand bedienbare apparatuur nodig hebt om dat veilig te hanteren. En laag en middel radioactief afval, dat veel minder straalt, zodat dat niet nodig is. Beleidsmatig maken we nog een onderscheid in dat laag en middel radioactief afval tussen natuurlijke radioactieve stoffen en door mens gemaakte stoffen. Die natuurlijke stoffen noemen we ook wel norm. En daar hebben we in Nederland zo'n 23.000 kubieke meter van. We hebben zo'n 12.000 kubieke meter aan het andere door mens gemaakte LMRA. Natuurlijk radioactief materiaal komt met name van de ertsverwerkende industrie. Als er in de grondstof wat radioactiviteit zit en dat zich ophoopt in de restproducten, ontstaat er radioactief afval. Dat is het normafval. Laag en middel radioactief afval komt van al die verschillende producenten. Die 1000 vergunningen in Nederland en dat kan van industrie, zorg of onderzoek zijn. In tegenstelling tot hoogradioactief afval. Hoogradioactief afval kent niet zo'n verschillende herkomst. Dat is altijd afkomstig van reactoren. De twee onderzoeksreactoren in Petten en Delft, de productie van medische isotopen en de kerncentrale van EPZ in Borselen produceren hoogradioactief afval. Daar hebben we minder van, maar zo'n 110 kubieke meter. Radioactief afval, hoewel de meeste mensen denken dat komt alleen van kerncentrales, wordt dus door een veel grotere groep van producenten in Nederland gemaakt.
Maar wat maakt dan het afval van de kerncentrale zo bijzonder? Wat is het probleem met dat afval? Nou, het afval van kerncentrales is net als ander radioactief afval radioactief. Het zendt straling uit, ioniserende straling, en die straling is in potentie gevaarlijk voor de mens en het milieu. Bijzonder aan radioactief afval, en zeker ook voor dat van kerncentrale, is dat het lang radioactief blijft. De kerncentrale heeft daarbovenop ook nog hoog radioactief afval. In de kerncentrale wordt nucleaire brandstof gebruikt, splijtstof. En als die 4 jaar in de reactor gebruikt is, dan blijft die daarna nog heel lang radioactief. Meer dan 100.000 jaar. Tenminste, als je er niks mee doet. In Nederland wordt de splijtstof gerecycled. Die wordt naar Frankrijk gebracht, naar het westen van Normandië. En daar staat de grootste nucleaire recyclingfabriek ter wereld. In die fabriek wordt splijtstof gerecycled, kun je dus opnieuw gebruiken, en 5% komt terug als hoogradioactief afval. En het mooie van dat hoogradioactief afval is dat veel minder lang leeft dan de oorspronkelijke splijtstof. Maar zo'n 3000 jaar totdat het vervallen is tot de radioactiviteit van de natuurlijke erts. Dus een kerncentrale produceert hoogradioactief afval, dat maakt het bijzonder, maar dat hoogradioactief afval is minder lang radioactief dan de splijtstof van bijvoorbeeld de productie van medische isotopen. Dat wil niet zeggen dat je er niet zorgvuldig mee om moet gaan. En in Nederland en internationaal gelden dan ook strenge eisen van hoe we om moeten gaan met radioactief afval. En hoogradioactief afval in het bijzonder. Hier zie je de productie van het radioactief afval van een kerncentrale. Een kerncentrale produceert zo'n 70 tot 75 kubieke meter aan laag en middelradioactief afval. En zo'n 3 tot 3,5 kubieke meter aan hoogradioactief afval. En voor dat afval moeten we een oplossing zoeken. Het leeft weliswaar minder lang dan ander hoogradioactief afval, maar dat wil niet zeggen dat we er niet zorgvuldig mee om moeten gaan. En voor het zorgvuldig omgaan met radioactief afval gelden er strenge regels internationaal en in Nederland. En wat zijn dan die regels? Wat is het beleid voor radioactief afval? Nou, elk beleid overal in de wereld is gebaseerd op radioactief verval. Als iets straalt, dan raakt het langzaam uitgestraald. En als het uitgestraald is, dan is het niet meer radioactief en dus niet meer gevaarlijk. En dat zie je hier weergegeven voor het hoogradioactief afval. Hier zie je de radioactiviteit uitgedrukt als warmteproductie, de hoeveelheid energie die van het afval komt, de hoeveelheid straling. En je ziet dat die in verloop van de tijd afneemt. En dat is van belang, want als iets afgekoeld is, dan kun je er andere dingen mee doen dan wanneer het zo warm is. Dan moet je het actief koelen. De zorg voor dat radioactief afval is niet zo ingewikkeld als het misschien lijkt door dat verval. Want het enige wat je met dat radioactief afval moet doen, is het op een veilige plaats bewaren, totdat het niet meer straalt, totdat het vervallen is en niet meer radioactief. In beleidstermen is dat isoleren, beheersen en controleren. Radioactieve materialen die we niet langer nodig hebben, die moeten we uit onze leefomgeving halen en op een veilige plaats bewaren. We moeten de radioactieve stoffen die daarin zitten op zo'n manier insluiten, dat we de risico's van de straling controleren. En we moeten controleren dat het afval op een veilige plaats bewaard is en in de toekomst ook blijft. Nou, je kunt op 2 manieren zorgen dat het afval op een veilige plaats bewaard wordt. Dat is dat wij als maatschappij ervoor zorgen dat het afval veilig ligt. En dat betekent dat je het afval moet bewaren op plekken waar je goed bij kan, waar je het goed kunt controleren. In bovengrondse gebouwen of in oppervlaktebergingen. Maar als je dat doet, dan heb je een afvalorganisatie nodig die zorgt voor het onderhoud, de beveiliging en het monitoren. Je hebt een overheid nodig, een land die toeziet dat die afvalorganisatie zijn werk naar behoren doet. En als je bedenkt dat de meeste radioactief afvalorganisaties in Europa pas enkele tientallen jaren bestaan en de helft van de Europese landen er 500 jaar geleden nog niet waren, dan kun je je voorstellen dat je dat niet duizenden jaren kunt volhouden. En misschien 100, misschien 300 jaar, maar voor het afval wat dan nog steeds radioactief is, moet je dus op zoek naar methodes om dat afval veilig op te bergen, waarbij je niet langer afhankelijk bent van die afvalorganisatie
van de overheid en dus van de mens. Je moet kijken naar plekken in de natuur waar dat afval veilig kan uitstralen totdat het niet meer gevaarlijk is. En de enige plekken die we kennen waar dat afval dat kan, vind je in de natuur, in de diepe ondergrond, in de geologie. En daar zijn aardlagen die vaak al vele miljoenen jaren stabiel zijn. En in die aardlagen kun je dat afval lang genoeg veilig opbergen. Dat noemen we eindberging. En elk beleid, overal in de wereld, is altijd gebaseerd op die twee componenten. En voor de korte termijn, tot 300 jaar, gebruik je opslag in gebouwen of oppervlaktebergingen. Voor de lange termijn heb je die eindberging nodig. Wat is dan het beleid in Nederland? In Nederland hebben we een klein land met heel veel Nederlanders. We hebben weinig ruimte over. We zijn ook een heel nat land. Dat zie je hier in het kaartje. Het blauwe gedeelte van Nederland ligt onder het zeeniveau en is dus gevoelig voor overstromingen. En minder geschikt voor oppervlaktebergingen. Dat in combinatie met dat we ook maar weinig afval hebben, betekende dat we in Nederland ervoor kozen om voor al het afval één integrale oplossing te hebben. En dat is die diepe ondergrondse berging. Het Nederlands beleid in een notendop is dat wij al het afval laten beheren door één organisatie op een centrale industriële locatie in Zeeland. Daar wordt het afval voor tenminste 100 jaar opgeslagen in bovengrondse gebouwen. En we hebben die periode van 100 jaar nodig om voldoende afval en daarmee ook voldoende geld bij elkaar te sparen om die eindberging in de toekomst mogelijk te maken. Dat kan een eindberging zijn in Nederland, maar dat kan ook een eindberging zijn die we samen bouwen met andere landen, een multinationale berging. En tijdens die opslagperiode moeten we onderzoek doen naar de mogelijkheden voor eindberging. Moeten we leren van de ervaring in andere landen, zodat we na die periode van opslag ook daadwerkelijk die eindberging kunnen bouwen. En dat is al meer dan 35 jaar stabiel overheidsbeleid. Voor de uitvoering van het beleid zijn er in de meeste Europese landen verschillende afvalorganisaties opgericht. En in Nederland is dat COVRA. COVRA is opgericht in 1982 met maar één doel. En dat is blijvend te zorgen voor al het Nederlandse radioactief afval om mens en milieu te beschermen. Wij zijn een NV, een bedrijf waarvan sinds 2002 alle aandelen in handen zijn van de overheid, een staatsdeelneming. We hebben een jaaromzet van zo'n 20 miljoen euro en zo'n 69 man in dienst, 65 FTE ongeveer. En daarmee kunnen wij zorgen voor al het Nederlands radioactief afval. Wat zijn dan oplossingen voor het radioactief afval? Nou, daarmee moet je onderscheid maken conform het beleid tussen die eerste tenminste 100 jaar in de periode daarna. Voor de uitvoering van het beleid voor de eerste 100 jaar moet COVRA als uitvoeringsorganisatie eigenlijk vier dingen doen. Als eerste moeten we zorgen voor voldoende geld om die lange termijn opslag en verwerking van afval in Zeeland mogelijk te maken en om die uiteindelijke eindberging te kunnen bouwen. We moeten zorgen voor voldoende ruimte om dat afval 100 jaar bij COVRA te kunnen verwerken en te kunnen opslaan. We moeten onderzoek doen zodat we die eindberging na die periode van opslag ook daadwerkelijk kunnen gaan bouwen. En we moeten bouwen aan vertrouwen dat we het afval goed verwerken en aan draagvlak voor die eindberging in de toekomst. En dat doen we door te communiceren. Als eerste geld. De basis voor de financiering van radioactief afvalbeheer in Nederland is dat de vervuiler betaalt. Onze tarieven moeten alle kosten dekken, want wij krijgen geen subsidie van de overheid. In onze tarieven moet je vooruit betalen voor de verwerking van het afval, de inzameling, de opslag en ook de uiteindelijke eindberging, ook al is die pas over ruim 100 jaar. Wanneer wij het afval overnemen en de tarieven zijn betaald, worden wij eigenaar van het afval. En kunnen wij dus niet nog een keer terug met hogere kosten naar de klant toe. Je moet vooruit betalen en dat is logisch. Want als wij over 100 jaar zo'n eindberging gaan betalen,
En we gaan dan terug naar onze klant en zeggen, we krijgen nog geld voor jou voor de eindberging. Dan is de kans groot dat die producenten er niet meer zijn. Je betaalt dus als klant een tarief, een bijdrage per kubieke meter. En die bijdrage verschilt tussen laag en middel radioactief afval en hoog radioactief afval. Dat geld bestemd voor eindberging, dat stoppen we in veilige investeringen met een reële rente van 2,3%. En op die manier stellen we zeker dat we in 2130, wanneer die eindberging in gebruik moet worden genomen, voldoende geld hebben om dat te realiseren. En dat gaat dan om 2 miljard euro. We moeten ook onderzoek doen om te zorgen dat we die eindberging kunnen realiseren. En daarbij kijken we in Nederland, maar ook multinationaal. In Nederland kijken we naar de ondergrond. Internationaal zijn er 3 type ondergronden waarin je een eindberging zou kunnen bouwen. Dat is graniet, klei of zout. En in Nederland hebben we 2 van de 3 type ondergrond. In het noorden van ons landje vind je met name de zoutformaties. Die beginnen in Polen en doorlopen tot in Engeland. En door het hele land vind je verschillende kleiformaties. In dit kaartje hier, het gele kaartje, zie je de Boomse kleiformatie. Die ook door onze Belgische collega's wordt onderzocht voor het bouwen van een eindberging. Nederland heeft dus een hele goede geologie voor het bouwen van een eindberging. En die zout- en kleilagen zijn ook interessant omdat ze niet zo hard zijn als graniet, maar een beetje plastisch. En dat betekent als je tunnels uitgraaft in een diepe ondergrond, en dan ontstaan daar kleine scheurtjes in de zout- of kleiformatie. En als je het afval daarin plaatst en de tunnels weer opvult, dan blijven er misschien loze ruimtes over. En die scheurtjes en lege ruimtes worden door de plasticiteit van de klei of van het zout vanzelf weer dichtgedrukt. En op die manier heb je dus een massieve rotsformatie om het afval heen zitten die dat afval veilig isoleert. En dat dichtdrukken, self-healing wordt dat in het Engels genoemd, dat gaat relatief vlug. En dat zie je hier in de plaatjes. Als je een snee maakt in de klei, dan zie je daar eigenlijk na 2 weken helemaal niets meer van. Zelfs niet wanneer je röntgen scans gebruikt om naar de dichtheid te kijken. Dus klei en zout zijn goede materialen om een eindberging in te bouwen. We moeten ook voldoende ruimte hebben om het afval te kunnen verwerken. En hier zie je een plaatje vanuit de lucht van ons terrein op het havengebied, industrie- en havengebied Vlissingen-Oost. Hier zie je datzelfde plaatje, maar dan nog een keer schematisch. En wat je hier ziet is dat we verschillende gebouwen hebben voor de verschillende soorten radioactief afval. En met die gebouwen kunnen we dus elk soort radioactief afval wat in Nederland ontstaat een veilige plek geven. En je ziet ook dat er een heel groot gedeelte groen is, gras. En dat is ruimte voor toekomstige uitbreiding. En doordat alle gebouwen modulair van opzet zijn, dus uitbreidbaar, en de ruimte is voor nieuwe gebouwen, hebben we op dit terrein meer dan genoeg ruimte om al het afval de komende 100 jaar te kunnen opslaan. Ik wil iets laten zien over het gebouw voor hoog radioactief afval. Dat is misschien wel het beroemdste gebouw voor radioactief afval ter wereld. En daarin wordt dan ook het hoog radioactief afval van de kerncentrale opgeborgen. Dit gebouw heet het HABOG, het Hoog Radioactief Afval Behandelings- en Opslaggebouw. En in dat gebouw wordt dus hoogradioactief afval opgeborgen. Het heeft 1,70 meter dikke betonnen muren om de straling af te schermen en de radioactiviteit in te sluiten. Het heeft ook natuurlijke convectie, natuurlijke koeling om het hoogradioactief afval te koelen. En het heeft meters dikke deuren om het afval ook veilig op te sluiten. Het ziet er zo uit en het is een bijzonder gebouw omdat dat gebouw ons moet beschermen tegen het radioactief afval. Maar het moet ook het radioactief afval beschermen tegen ons en tegen alle rampen die gedurende die 100-jarige opslag bij Covra zouden kunnen gebeuren. In de praktijk is het gebouw beschermd tegen alle rampen die in een miljoen jaar zouden kunnen gebeuren. En dan moet je denken aan aardbevingen, vliegtuigen die neerstorten,
overstromingen, gaswolkexplosies en windsnelheden van zo'n 450 km per uur. En het ziet er dus uit als een betonnen gebouw, maar als je kijkt naar de bouw, dan is het eigenlijk voor een heel groot gedeelte opgetrokken uit staal. En in de muren van het gebouw, wat 13 meter hoog is, zit meer staal dan in de Eiffeltoren van ruim 300 meter hoog. Maar het Habog is niet alleen een technisch interessant gebouw, het is ook een kunstwerk. Het enige afvalgebouw voor hoogradioactief afval in de wereld dat ook kunst is, een communicatieinstrument is. Het is een kunstwerk van de kunstenaar William Verstraeten. Het heet Metamorfose. En het is eigenlijk een manier om te laten zien aan mensen wat er in dat gebouw gebeurt. En waarom we dit soort gebouwen hebben. Je moet aan de buitenkant kunnen zien wat er in dat gebouw gebeurt. En aan de binnenkant moet je kunnen zien wat er buitenom gebeurt. Je moet door die 1,70 meter dikke muren naar buiten kunnen kijken. En het resultaat is een oranje gebouw. En die kleur oranje is gekozen niet alleen omdat dat onze nationale kleur is, maar ook omdat het een overgangskleur is tussen rood gevaarlijk en groen veilig. En langzaam vervalt in dat gebouw dat afval naar een veiliger toestand. In felgroen op het gebouw zijn ook de formules van Einstein en Planck geschilderd. En die vertellen eigenlijk het natuurkundige verhaal, het technische verhaal, dat massa en energie wordt omgezet en radioactiviteit vervalt. Want dat is wat er binnenin dat gebouw gebeurt. Het afval koelt langzaam af, zodat het geschikt wordt voor eindberging. En dat kun je aan de buitenkant zien, doordat we elke 20 jaar het gebouw in een lichtere kleur oranje schilderen. En gedurende die periode van 100 jaar doordat afval daar opgeslagen is, vervalt de kleur van fel oranje naar wit, zodat je kunt zien dat op eenzelfde manier ook het afval vervalt van warm naar steeds kouder. En op die manier laat je zien wat er in dat gebouw gebeurt, laat je zien wat wij doen met het radioactief afval en laat je ook mensen zien dat er hierna nog iets moet gebeuren met het radioactief afval. En oplossingen na 100 jaar, wat zijn die dan? Nou, afhankelijk van de straling en levensduur moet je dus voor die lange termijn oplossingen zoeken in de bodem van het afval, in de bodem en in de geologie. Het kortlevende afval kun je aan de oppervlakte bergen. Een voorbeeld daarvan is Saint-Tropez in Frankrijk van onze collega's van Andra. Daar wordt het lage middelradioactief afval, wat ook bijvoorbeeld afkomstig is van kerncentrales, in betonnen blokken opgeslagen. Het afval wordt erin gebracht, die betonblokken worden afgestort als ze vol zijn met beton en uiteindelijk bedekt met de lage klei en aarde. En op die manier ontstaat er een kunstmatige terp waarin dat afval voor tenminste 300 jaar veilig ligt opgeslagen. Dit voorbeeld is van Saint-Tropez, ook in Frankrijk, en dat is een inmiddels afgeronde berging, oppervlakteberging voor LMRA. Zo'nzelfde constructie vind je ook in Spanje, vlakbij Córdoba, is de locatie El Cabril van de Spaanse collega's van Enresa. Wat gelijk opvalt, deze installatie is een stuk kleiner dan die in Frankrijk. En dat is natuurlijk omdat het nucleaire programma in Spanje ook een stuk kleiner is. Maar ook hier is weer de bedoeling om een kunstmatige terp te maken waarin dat laag- en middelradioactief afval voor 300 jaar veilig opgeborgen ligt. Hier zie je hoe dat afval in containers en in betonblokken keurig gestapeld wordt in één zo'n compartiment voordat het afgestort wordt. In Zweden wordt er een oplossing gezocht voor het laag- en middelradioactief afval wat dieper in de ondergrond, in het graniet. Daar wordt het laagradioactief afval opgeborgen in tunnels en het middelradioactief afval, wat meer straalt, dieper in silo's op zo'n 50 meter diep. In Finland, in Olkiluoto, wordt het lage middelradioactief afval ook in graniet op zo'n 100 meter diepte in silo's opgeborgen. En vlakbij deze bergplaats voor het lage middelradioactief afval
vind je ook de ingang van een eindberging, een diepe ondergrondse berging voor splijtstof, die zo'n bijna 500 meter diep in het graniet wordt uitgehakt. En in deze eindberging, die er uiteindelijk zo uit komt te zien, wordt alle splijtstof van het Finse nucleaire programma opgeborgen. Deze eindberging is nog niet in bedrijf, maar is in aanbouw. En daarmee zullen de Finnen de eerste zijn in Europa die een eindberging in bedrijf hebben. Zijn er dan geen eindbergingen in bedrijf? Jawel. In Amerika, in New Mexico, is een eindberging uitgegraven in zout voor al het LMRA en hoogradioactief afval afkomstig van hun militaire programma. En daar wordt het lage middelradioactief afval in grote cavernes opgeslagen, gestapeld, eigenlijk heel analoog zoals wij dat ook doen bij COVRA in onze opslaggebouwen. En je ziet aan de zijkant, zie je gaten en in elk van die gaten in het zout wordt één pakketje hoogradioactief afval geplaatst en afgesloten. Want je wil zoveel mogelijk van dat beschermende zout om dat hoogradioactief afval hebben. En dat wordt natuurlijk geplaatst met speciale machines die afscherming bieden tijdens het plaatsen, zoals je hier ziet in deze foto. Kortom, voor elke mogelijke oplossing kunnen we leren van het buitenland. Zijn er in het buitenland operationele voorbeelden van die installaties? En dat brengt mij bij mijn conclusie. Is radioactief afval eigenlijk een probleem? Is het een argument om tegen kernenergie te zijn? En ik denk van niet. Want we hebben in Nederland maar een heel gering volume aan radioactief afval wat zich makkelijk laat beheersen. We hebben een stabiel overheidsbeleid met een voldoende lange termijn perspectief om radioactief afvalactiviteiten ook naar de toekomst toe te kunnen structureren. We hebben een gespecialiseerde afvalorganisatie die zorgt voor de uitvoering van het beleid, zorgt voor de ontwikkeling en behoud van kennis over radioactief afval en onderzoek coördineert naar eindberging. En daar sparen we ook nu al voor die eindberging in de toekomst. We weten wat we moeten doen met dat radioactief afval. Voor de komende 100 jaar kunnen we het afval verwerken en opslaan bij COVRA. En dat is een industrieel en internationaal bewezen technologie. En voor de periode na die 100 jaar kunnen we leren van al die internationale voorbeelden van eindberging. En met het geld wat we op de rekening hebben, is de uitvoering van het beleid alleen nog maar een industrieel proces. Dus radioactief afval is geen reden om tegen kernenergie in Nederland te zijn. Sterker nog, ik denk als je je zorgen maakt over radioactief afval, dan zou je juist moeten kijken naar een kerncentrale in Nederland, want daar is het radioactief afval goed geregeld.